We staan hier voor uitgeverij en boekhandel Pegasus aan het Singel in Amsterdam. Pegasus is gespecialiseerd in Midden- en Oost-Europese talen en culturen. En daar hoort natuurlijk ook het Tsjechisch bij. Zo zie je hier een hele afdeling met alle Tsjechische uitgaven die verschenen zijn. Er zijn een heel aantal uitgeverijen die zich op de Tsjechische literatuur gestort hebben. Uitgaven van Pegasus zijn onder andere De Lotgevallen van de brave soldaat Zweig, Toneelwerk van Čapek en Havel in de Slavische Cahiers en in de serie Oost twee werken van Vladislav Vanjura, vertaald door Kees Merks. En ook nog een mooie serie bibliophile uitgaven met werk van Rabal en Hasek. En over die uitgaven Drie verhalen van Hasek wil ik graag wat meer vertellen. Daar is te weinig aandacht aan besteed. En daarom wil ik daar heel graag een stukje uit voorlezen. Een hoofdstuk uit het Kinologisch Instituut van Hasek. Drie verhalen. Als iemand een zaak wil starten, leidt het geen twijfel dat hij daarmee een firma in het leven moet roepen die het soort handel duidelijk aangeeft. Dit soort handel duidt men gewoonlijk aan met hondenkennel, wat mij echter niet zo geschikt leek, omdat ik een ver familielid heb die op een ministerie werkzaam is en daartegen zou protesteren. De simpele aanduiding handel in honden leek me ook niets, want mijn intenties om handel te drijven waren veel verhevener. In een encyclopedie stuit ik op het woord kinologie, wat de leer van honden inhoudt. Daarna kwam ik op een keer langs een agrarisch instituut en het kwaad was geschied. Ik gaf mijn winkel de benaming Kinologisch Instituut. Dat was een treffende, geleerde benaming waar je trots op kon zijn. En in grote advertenties liet ik zetten fok en verkoop als mede inruil en aankoop van honden op kinologische grondslag. In stomme bewondering las ik die grote advertenties waarin het woord Kinologisch Instituut zo vaak werd herhaald. Eindelijk was ik de eigenaar van een instituut. Wie dat niet zelf heeft meegemaakt, weet niet wat voor trots en bekoring daarin besloten ligt. In die advertenties beloofde ik deskundig consult over alle aangelegenheden met betrekking tot honden. Wie een dozijn honden koopt, krijgt er één puppy gratis bij. Een hond is zeer geschikt als cadeautje voor verjaar, communie, verlovings- en trouwdagen of als cadeau voor een jubileum. Voor kinderen is een hondje een speeltje dat ze niet zo makkelijk breken of stuk scheuren. Een hond is een trouwe metgezel, waardoor je in het bos niet snel overvallen wordt. Alle soorten honden altijd in voorraad. Directe contacten met het buitenland. Bij het instituut is tevens een opvoedingsgesticht voor ongezeggelijke honden. In mijn kinologisch instituut leert de meest woeste hond in 14 dagen het blaffen en bijten af. Waarheen je met je hond bij vakantie? Naar het kinologisch instituut. Waar leert een hond in 3 dagen pootjes geven? In het kinologisch instituut. Toen een oom van mij die advertenties las, schudde hij bedenkelijk het hoofd en zei: "Nee jongen, jij bent niet helemaal gezond. Heb je niet ergens een pijnlijk plekje in je achterhoofd boven je nek?" Ik zag echter hoopvol de toekomst tegemoet en zonder nog één hond te hebben, wachtte ik ongedurig op de eerste bestelling en zocht ik via een advertentie een betrouwbare, nette winkelbediende, vrijgesteld van militaire dienst, iemand die niet, zodra hij zijn hart verpand had aan de dieren, opeens in dienst zou moeten. Hoe het vervolg is, zelf lezen.